Het ministerie van Volksgezondheid werkt samen met het ministerie van Financiën om met spoed het tekort aan vaccins op te lossen. Er is reeds gecommuniceerd met de Pan American Health Organization, de PAHO, om middels een spoedbestelling binnen 4 weken weer een voorraad te hebben. Dat meldt het Nationaal Informatieinstituut in een persbericht. Er is een stagnatie ontstaan in de aanvoer van vaccins, waardoor het ministerie van Volksgezondheid niet kan voorzien in de behoeften van het kindervaccinatieprogramma. Het ministerie drukt gezondheidswerkers, dienstverleners en ouders op het hart de kinderen toch te vaccineren volgens het reguliere schema met de vaccins die wel beschikbaar zijn. Zodra de ontbrekende vaccins binnen zijn, zal de achterstand worden ingelopen.